viersterren Fletcher Hotel Restaurant Leidschendam Den Haag is een echt stadshotel, gelegen op 10 minuten afstand van het werkpaleis van onze koning. Een goede uitvalsbasis dus voor een dagje stadten met een twinkeltje. Nou, de lobby die stemt meteen al vrolijk. Even de tas wegbrengen. De kamers hebben echt een koninklijke inrichting. Wat een kleurstelling, zeg. En het hotel heeft een verrassing. Namelijk een eigen koninklijke hofvijver. En met mooi weer heeft het hotel ook nog waterfietsen. Het hotel ligt vlak aan het strand en er is sowieso van alles te doen hier. Je kan natuurlijk naar Madurodam. Je kan een rondvaarttocht maken door Den Haag. De Keukenhof is straks geopend. Maar ja, het weer zit niet echt mee, dus ik ga eerst uitgebreid genieten van deze heerlijke high tea. Dus van zoete en hartige zaligheden. Ja, dan vind ik toch eigenlijk wel dat deze dag echt een kroontje heeft verdiend. Te vinden in de hotelshop, maar ook in Den Haag. Ja, en of het nou een beetje regent of niet, deze kroon glimt altijd. En natuurlijk moet je hier even gestaan hebben. Voor Paleis Noordeinde, het werkpaleis van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En hij is thuis, althans hij werkt momenteel hier, want de vlag hangt namelijk in top. Ik ga je een verrassing laten zien, dat is verder niet weten. De paleistuin, die is openbaar en geopend van zonsopgang tot zonsondergang. In de tuin ligt een klassiek zevenpadenlabyrinth. En er wordt gezegd dat je dat kan belopen als meditatie of voor heling met een thema of een vraag in je hoofd. En ja, dat schijnt goed voor je te zijn. Maar het is ook heerlijk om je te vergapen aan de etalages van de vele exclusieve winkels die in de vier straten van het winkelgebied Noordeinde gevestigd zijn. En dan, terug in het hotel, word ik verrast door een serenade van een hotelgast in het bargedeelte van het à la carte restaurant Chiparis, waar de liefde voor elkaar wordt gevierd en waar we in goed gezelschap ons verheugen op de heerlijke gerechten die de chef-kok straks voor ons gaat bereiden.